Nou, Sam, dit is Pepper. En Pepper, dat is eigenlijk de nieuwe collega van Inge en van mij. Dan kan je je poep de wc in doen. Het is gewoon niet fijn om een natte broek te hebben. Het is gewoon heel moeilijk om aan een kind uit te leggen, zeg maar, hoe dat je je bekkenbodem goed kunt ontspannen en daardoor leeg moet plassen, ja. Als je voelt dat je moet plassen, moet je dan wel of niet gaan? Is dan ga naar het drinken naar de wc, gewoon om even te proberen. Plas ook voordat je spelen gaat. Op tijd plassen. Wat is de juiste houding op de wc? Zittend. Dat klopt helemaal. Ik vind die robot eigenlijk wel leuk. Hoezo? Omdat je er veel van kan leren. Als je blaas vol is, moet je plassen. Je plas gaat door je plasbuis naar buiten. Waar kinderen misschien normaal gesproken snel afdwalen bij een verhaaltje, heeft hij nu wel zich geïnteresseerd in wat de robot allemaal doet. Hij doet wel aardig. Ze krijgt echt een beetje een band mee. Ja. Ziezo, de plasles zit erop. Heeft iemand vragen? Ik hoop het niet, want ik moet ontzettend nodig.